Dag, mijn naam is Valentijn Gerritsen. Ik ben werkzaam als accountmanager voor Sato. Sato is een wereldwijd opererende fabrikant, bekend van het maken van barcodeprinters, RFID-printers, etiketten en RFID-labels. Binnen mijn functie kom ik al ruim 20 jaar bij verschillende bedrijven die vragen om oplossingen en toepassingen binnen de barcode-industrie. Ik probeer eigenlijk met de eindklant te kijken wat de problematieken zijn en samen te kijken hoe we processen efficiënter kunnen maken. In de snel veranderende productiesector is het belangrijk om concurrerend te blijven. Dat kan natuurlijk door efficiënt je producten te scannen, RFID-tags te gebruiken. Deze informatie levert heel veel data op, waardoor je je processen kunt optimaliseren en op die manier gewoon veel efficiënter kunt gaan werken. Binnen Sato zijn wij lid van GS1 en de RAIN Alliance groep. En dat betekent dat wij op de hoogte zijn van de wettelijke normeringen en zaken die vallen binnen deze instanties. En dit zorgt dan later ervoor dat je producten binnen de supply chain goed gevolgd kunnen worden en ook nergens geweigerd worden. Het aanbrengen van labels gebeurt in heel veel gevallen nog steeds handmatig. Echter, wanneer productievolumes toenemen, zie je dat klanten gaan kijken naar oplossingen om dit automatisch te doen. Sato adviseert hierin om labels volautomatisch aan te brengen. Dit kan middels print-and-apply systemen die we samen met onze partners ontwikkelen en ervoor zorgen dat dit volautomatisch binnen een omgeving gebeurt. Natuurlijk willen wij binnen Sato graag weten dat onze oplossingen werken en dat begint vaak bij testen. Na een bezoek aan onze site, waarbij we goed de problematieken van de klant kunnen bekijken, zullen we gaan bepalen wat voor testen we gaan doen met welke printer, welke labels, om te zorgen dat we straks de klant probleemloos een oplossing kunnen bezorgen. Wat we veel zien in de markt is dat er zaken als trolleys, pallets, etc. verloren raken of gestolen worden. En dit levert natuurlijk enorme kostenposten op voor bedrijven. Sato werkt in de markt heel veel samen met business partners. Deze business partners zijn vaak gespecialiseerd in zaken als RFID en kunnen daardoor systemen aanleveren waardoor we in staat zijn om allerlei middelen, goederen, machines heel efficiënt te volgen binnen de bedrijfsomgeving. Dit houdt dus in dat je precies weet waar bepaalde zaken zijn en ook precies weet wanneer deze zaken misschien ongewenst het gebouw uitgaan. Wil jij starten als gebruiker met barcode of RFID-technologie? Laat het ons weten. Wij kunnen je helpen bij het opstarten van dit soort zaken. Of ben je al ver gevorderd, dan kunnen we je helpen om dit soort processen te stroomlijnen of meer efficiënt te maken. We hebben een nieuwsbrief. Ik zou je graag inschrijven. Dan word je wat vaker op de hoogte gehouden van zaken die spelen. En indien je daar vragen over hebt, dan bezoek ik je graag ons site.